Samen hier aan u. De Amsterdamse rechtbank veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 8 jaar... omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het voorbereiden van een terroristische aanslag. Tot opluchting van het Openbaar Ministerie, dat eerdere poging om hem veroordeeld te krijgen zag mislukken. De verdachte heeft zich in ieder geval schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen en bevordering van terroristische misdrijven. De verdachte en zijn medeverdachte hebben in de bewezen verklaarde periode het voornemen gehad om aanslagen te plegen op zowel politici als op het gebouw van de AIVD in Leidschendam. De misdrijven waarop de verdachte het oog heeft, zijn erop gericht om de Nederlandse democratie in haar hart te raken. Ik ben al erg opgepakt, joh. Niemand hoeft voor mij bang te zijn. Ze moeten bang zijn van alle. Dat is het enige waarvoor jullie bang moeten zijn. Ten onrechte opgepakt, zei Samir A. destijds. Maar daar dacht de rechtbank vandaag anders over. 2 keer eerder ontsprong hij de dans. Dit keer is het dus 8 jaar cel. Samir A., het gezicht van het islamitisch terrorisme in Nederland, zou een centrale rol hebben gespeeld binnen de groep van 6 verdachten. Vooral de afscheidsboodschap die hij vorig jaar van zichzelf maakte, zou de rechtbank ervan hebben overtuigd dat hij serieus van plan was om terreurdaden in Nederland te plegen. Hoewel de rechtbank zich realiseert dat het bij deze verdachte gaat om, kort samengevat, voorbereidingshandelingen, waarvan niet duidelijk is tot hoever de doelen benaderd werden, houdt de rechtbank er ernstig rekening mee dat concrete acties op korte termijn te verwachten waren. Van de overige 5 verdachten werd er vandaag 1 vrijgesproken. De anderen kregen straffen van 3 maanden tot 4 jaar cel. De vonnissen vielen overigens een stuk lager uit dan de straffen tot 15 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. Want ondanks de nieuwe antiterreurwetgeving is de officier van justitie er niet in geslaagd om te bewijzen dat Samir A. en de anderen lid waren van een terroristische organisatie. Gert Teven, Tweede Kamer voor de VVD. Heeft het Openbaar Ministerie nu succes geboekt of niet? Ja, het Openbaar Ministerie heeft zeker een succes geboekt. Dat vindt de VVD, dat vind ik. Het Openbaar Ministerie heeft alle reden om tevreden te zijn. Dit is denk ik een behoorlijk succes wat ze hier hebben geboekt. Maar dat was wel 15 jaar geëist. En ook de Nationale Recherche die de zaak zelf hebben onderzocht. Het was inderdaad 15 jaar geëist. Maar goed, er is een vrijspraak gevolgd voor dat deelneming aan die terroristische organisatie. Maar je moet ook af en toe natuurlijk als Openbaar Ministerie je zegeningen tellen. En wat dat betreft, er is een nieuw delict in de wet gekomen met de terrorismewetgeving van 1,5 jaar geleden. Artikel 96 strafrecht. Het voorbereiden van terroristische misdrijven. En het is de eerste keer dat er nu daarvoor een veroordeling is uitgesproken. Nou, eindelijk. Dat is toch een felicitatie waard, denk ik, bedunkt. Toch eindelijk? Nou, dan kan je zeggen eindelijk, maar zoveel zaken hebben we natuurlijk nog niet gehad. In de Hofstadzaak speelde dat geen rol, hè. Daar ging het om andere zaken. Ja, dan kan je natuurlijk de nadruk leggen op die vrijspraak die is. Maar goed, daar is wat meer sprake van wat je ook wel ziet bij deelneming aan een criminele organisatie. Dat de rechtbank in deze zaak zeg maar niet heeft geacht dat er sprake was van een duurzame organisatie en dat er geen gestructureerd samenwerkingsverband was. Nee, maar goed, dat is wel heel essentieel. Er is geen sprake van een terroristische organisatie. Nee, maar er is wel sprake van het voorbereiden van terroristische misdrijven en vuurwapenbezit. Nou, dat is in ieder geval een groot succes dat is behaald. En we moeten natuurlijk nog wat voorzichtig zijn, want de zaak zal ongetwijfeld in hoger beroep gaan en dan in cassatie. Maar dat is de eerste klap is een daalde waard. Daar zijn we denk ik als politiek heel blij mee. Wat is nou het effect op deze zaak van de nieuwe terrorismewet waar zo lang en zoveel over gepraat is? Nou, de moeilijkheden waren natuurlijk toch met dat voorbereiden van terroristische aanslagen. En hoe ver moest je nou zijn met die voorbereiding? En welk moment moest je al zijn in die voorbereiding? En welk concreet misdrijf moest het dan omgaan? De vorige 2 strafzaken in Rotterdam die zijn misgelopen omdat de voorbereidingen niet konden worden gekoppeld aan een heel concreet misdrijf. Poging moord, andere zaken. Dat is nu wel gelukt. En ja, dan denk ik, nou, dan heb je een aardig succes. Ja, maar nu heeft de rechtbank wederom gezegd, AIVD-informatie die mag niet gebruikt worden. Dat is toch juist een van de dingen waar het om gaat. Nou ja, goed, die wetgeving, we hebben ook die wetgeving gekregen. We krijgen die wetgeving, komt eraan dat die AIVD-informatie wel kan worden gebruikt. Hè, dat de rechtercommissaris daar een hele aparte rol in krijgt. Nou ja, de rechter zal altijd behoedzaam zijn met die AIVD-informatie, omdat je dat niet helemaal tot in de puntjes kunt toetsen. Dus dat ze daarmee behoedzaam zijn is wel helder. Er is nog een ander punt in het vonnis, wat mij wel opviel, behalve de strafmotivering. Over de strafmotivering kan je nog zeggen, daar spreekt de rechtbank ook bijzondere dingen uit. Hè, dat de Nederlandse samenleving in het hart zou worden geraakt, dat het gaat om de bevolking vrees aan te jagen. Nou, dat zijn toch overwegingen die we niet elke dag zien bij een zittingsrechter.
Als je dan kijkt ook bijzonder is. Nee, maar dat is allemaal constatering die voor u als oud-officier van justitie. Ook voor de politiek is dat denk ik heel belangrijk. Niet alleen als oud-officier van justitie. Ik sta hier als VVD-Kamerlid. Wat je ziet is dat die wetgeving werkt. En je kunt dus niet zeggen, zoals nu wel eens door sommigen wordt beweerd, dat die op de trein van die terroristische organisatie niet werkt. Je zult als Openbaar Ministerie altijd moeten bewijzen dat er sprake is van een duurzaam samenwerkingsverband. In Hofstad is dat wel gelukt. Hè? Daar werd in de kader van die huiskamerovereenkomsten werd aangenomen dat er dan sprake was van een terroristische organisatie. Hier niet. Ja, wat nog wel bijzonder is, en dat is misschien nog wel, aardig om daar nog eens naar te kijken. Dat is de overwegingen die zijn gesproken over die twee getuigen die in het proces zijn gebracht. En daarvan zegt de rechtbank, ja, die eigen rol die wordt misschien wat geminimaliseerd en daarmee anderen wat meer beschuldigd. Dus de rechtbank heeft eigenlijk alleen maar die verklaringen van die getuigen meegenomen voor zover er voldoende steunbewijs aanwezig was. En daar is de rechtbank zeer behoedzaam mee geweest. Nou ja, dat is denk ik ook de taak van de zittingsrechter. Maar daarmee kun je niet zeggen dat die wetgeving niet werkt. Dat is een constatering die er niet bij past. Overigens is nu net bekend geworden dat het Openbaar Ministerie inderdaad een hoger beroep gaat. Dus u zei er komt een hoger beroep. Nou, dat is dus inderdaad zo. Die nemen geen genoegen met deze voordeel. Nee, dat is ook net bekend geworden. Als we even naar de politiek kijken. De kans op een links kabinet is aanzienlijk. Zal dat invloed hebben op terrorismebestrijding, denkt u? Nou ja, het feit van algemeen bekend is dat linkse partijen natuurlijk altijd wat vreselijk voorzichtig zijn als het gaat om een beetje doorpakken bij misdaadbestrijding. En juist met deze terrorismewetgeving door het kabinet Balkenende is juist wel met steun van de Kamer is die wetgeving er gekomen. Maar is er aanleiding, aanleiding voor om nu nog een tandje verder te gaan? Nou, kijk, we hebben een groot aantal handvatten zijn er gekregen. En die zijn nu door OM en politie zijn die prima gebruikt. Misschien is het nog nodig om bijvoorbeeld als het gaat om het mogelijk maken van overeenkomsten met getuigen. Om daar in de toekomst nog eens verder mee te gaan. Dat zal niet makkelijker worden met een linkse meerderheid. Wat bedoelt u mee? Het Openbaar Ministerie moet de mogelijkheid krijgen om? Nou kijk, het Openbaar Ministerie heeft onlangs de mogelijkheid gekregen om toezeggingen te doen in strafzaken aan getuigen. Dat kan ook bij terroristische misdrijven heel belangrijk zijn. Wat kun je toezeggen aan bepaalde getuigen? Nou, je kunt nu zeggen, nou, we doen de helft van de straf die we normaal zouden eisen, die gaan we nu eisen. Dus het Openbaar Ministerie moet afspraakjes kunnen maken met getuigen. Je moet kunnen zeggen, wij beloven jullie voorhand strafvermindering als jullie met ons meegaan. Die mogelijkheid is er nou, maar je weet natuurlijk niet of de zittingsrechter daar uiteindelijk mee meegaat. Ja. Nou ja, laten we eens kijken hoe de ontwikkeling... We hebben een IRT-affaire gehad. Na die IRT-affaire zijn er afspraken gemaakt, namelijk dat dit niet mag. Er zijn toen besluiten gekomen dat we dat niet zouden doen. Nou, we zijn inmiddels 10 jaar verder. Nou, deze wetgeving lijkt goed te werken, deze antiterrorisme-wetgeving. Er zijn nu veroordelingen gevolgd. Hofstad was ook een veroordeling. Je moet niet te snel iedere keer wetgeving willen veranderen. Dat wil als VVD ook niet. Je moet eerst kijken of die wetgeving werkt. Maar het zou natuurlijk in de toekomst heel goed mogelijk zijn dat je nog een stapje verder moet gaan. En dat wordt niet makkelijker met een linkse Kamermeerderheid. Goed, wij gaan nu, jongens, door. We gaan afsluiten. Hartelijk dank voor uw komst naar deze studio. En voor